Staatsolie heeft op woensdag 12 februari de raffinaderij de Tutlifo uit bedrijf genomen voor de eerste turnaround TA, oftewel grote onderhoudsbeurt. Deze is de eerste sinds de nieuwe raffinaderij in 2015 in gebruik is genomen. De TA is een geplande periodieke stillegging van de raffinaderij om onder andere inspecties uit te voeren op statistische en roterende equipment. Er is volgens brandstof opgeslagen voor verkoop aan de pomp. Retailer en dochtermaatschappij Go to Energy Suriname NV zal indien nodig importeren om gedurende de turnaround de beschikbaarheid van olie aan de pomp te blijven garanderen. Staatsolie zal de TA samen met hoofdaannemer IREM SPA uit Italië uitvoeren. De voorbereidingen zijn ruim 2 jaar geleden gestart. In totaal zijn 68 contractorbedrijven betrokken, terwijl zo'n 600 werknemers actief zullen zijn op het bedrijfsterrein. Ongeveer de helft hiervan zijn lokale contractorbedrijven en werknemers. Volgens de huidige planning is de raffinaderij vanaf 23 maart weer volledig operationeel.